halen. Ik ga naar Groesbeek voor een speciale drinkbeker uit de Tweede Wereldoorlog. Door drie vrienden uit de grond gehaald. Ja, zoals de meeste mensen zouden zeggen, roestige beker. Maar wel blijkt ja, ontiegelijk veel achter te zitten. Zeven jaar speuren en veel toeval leidde Paul Geutjes van deze roestige beker naar een jonge Amerikaanse soldaat. Het verhaal begint in 2003, als Paul met twee vrienden bezig is met zijn hobby. Ze zoeken naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het was op een zaterdagmiddag, waren we met z'n drieën. Rick, Mario en ik die waren aan het zoeken bij zijn opa's land. Het hebben een tijdje gelopen en ze vonden we niet heel veel bijzonders. Tot eigenlijk een beetje einde van de middag hadden we zoiets van, dat is toch een signaaltje. Laten we ze opengraven. En toen vonden we dus al vrij snel die beker. We staan precies op de plek waar we die beker hebben gevonden. Deze? Ja, deze. Mag ik hem vasthouden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, hij heeft zo lang in de grond gelegen, want die is uit de Tweede Wereldoorlog. Het is uit de Tweede Wereldoorlog, gedragen door een Amerikaanse parachutist. Sommige mensen zouden zeggen van, wat zijn ze toch mee bezig? Want het is een stukje ijzer of een stukje roest. Maar als je toch dat speurtraject erachter, wat erachter zit, is toch best wel intensief. En uiteindelijk levert het toch wel heel veel op. Dus we beginnen met een stukje ijzer of een stukje oud ijzer. En dan blijkt er een heel bijzonder verhaal achter te zitten. En dat maakt het denk ik toch wel heel uniek. In Groesbeek is tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer hevig gevochten. Dus een drinkbeker van een soldaat is op zich niet heel bijzonder. Wat deze beker zo bijzonder maakt, is de inscriptie die erin staat. Die avond is Rick die beker thuis gaan schoonmaken. En toen kwam, het is heel moeilijk te zien, maar er kwamen toch heel duidelijk die initialen en de naam. Aan de onderkant kwam die tegen. En wat staat erin? H.F. Taylor. En dat staat voor Harold Francis Taylor. Oh? Ja, het is moeilijk te zien, maar het is echt... Ja, we moeten even goed kijken. En gelukkig bestaat er een online registratiesysteem. Dat alle gesneuvelde Amerikanen parachutisten zijn geregistreerd. En ze hebben die avond nog gekeken. En toen bleek inderdaad dat hij gesneuveld was. Dus dan heb je zoiets van, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dat je toch iets hebt van iemand die daar op jonge leeftijd is gesneuveld. Dus dan wordt die beker in één keer heel, heel ander. Krijg een andere dynamiek. Dan hoort Rick's vader Theo van de ontdekking. Hij was 6 jaar toen de Amerikanen op 17 september 1944 tijdens operatie Market Garden met honderden tegelijk boven Groesbeek werden gedropt. De vondst brengt veel herinneringen boven. En heeft u ook parachutisten gezien dan? Die parachutisten kwamen zondagsmiddags bij ons in huis. Ja, ik had er nooit parachutisten gezien, nee. En soldaten ook niet. Dus dat doet heel veel. Ja. En er waren zelfs gekleurde bij. Ja, ik had alleen zwarte pieten nooit gezien. Verder nooit iemand. En die kwamen vragen of ze 's morgens een ontbijt konden krijgen. Ja, ontbijten. En dat was afgesproken. Dus 's maandagsmorgens, 18 september. Toen waren we 's morgens om 7 uur, want wij liepen nog in de pyjama, zeg maar. En mijn moeder die soldaten geholpen. En op een gegeven moment kregen ze een aanval vanuit de andere kant van de wielerbaan. Daar zaten de Duitsers. Zie je aan de overkant van de weg? Ja, zeg maar. Ja. En toen is het zo gegaan dat de militairen zelfs met de boterham in de mond haastig naar buiten gingen. En die sommeerden ons dat we dekking moesten zoeken. En een half uur daarna stond de hele boerderij in de fik. Terug naar de beker, terug naar 2003. De jongens weten nu dat de parachutist Harold Francis Taylor heet. Maar dat is voor Paul niet genoeg. Hij wil meer weten over de eigenaar van de drinkbeker en begint een zoektocht. Toen ben ik zelf wat advertenties gaan plaatsen, wat zoekadvertenties van of mensen diegene ook daadwerkelijk gekend hebben of kennen. Dat duurde pas, ik denk een jaar later kregen we pas echt één reactie. Vrij onverwachts moet ik eerlijk zeggen, want ik had eigenlijk een beetje de hoop opgegeven. Dat was Monique Wijman, die woont in Zuid-Limburg. Zij heeft het graf van Harold Francis Taylor geadopteerd. Maar dus je kunt een graf adopteren zodat iemand die daar ligt nog af en toe... een bloemetje krijgt. Ja, nee, zeker. Die houdt die af en toe dus bij een ceremonie, staat daarbij en die er een bloemetje bij zet. Nou, dat vind ik ook natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Maar in ieder geval, die contact die was er. Ja. Maar alleen op een gegeven moment, dan hoop je dat er toch nog iets nakomt. Ja. En gelukkig was dat ook het geval. Toen kwam per toeval
Weer een aantal jaar later zij in aanraking met een nicht van die familie. Zij kwam in Margraten in Limburg om het graf te bekijken en ook bij een ceremonie aanwezig te zijn als een van de familieleden. En ja, toen kwam Monique natuurlijk ook met haar in contact en die zei ik van er zijn jongens die zijn op zoek naar nabestaanden. En toen kregen we heel vrij snel contact met zijn broer, jongere broer. En nou ja, heel netjes een brief en informatie over hem, over zijn persoonlijk leven. En dat is wat we zochten. We zagen een stukje ja, achtergrond. Want ja, je hebt wel een naam en een beetje een gebeurtenis, maar we hadden geen foto's, niks. Jullie konden ze nu echt iets vertellen. Ja, precies. Nou, het vermoeden was dus, wat hun hadden, dat hij wel hier geland was met de parachutedroppingen. En dat hij richting Nijmegen moest om daar een van de kanaalbruggen te veroveren. Ja. En zij dachten dat hij daarbij gesneuveld was. Dus maar niet jullie konden nu plek. Vertellen, het is waarschijnlijk dit weiland geweest. Ja, nou ja, bijna wel zeker dat het hier is geweest. Ja. En dat wisten ze totaal niet. Maar als je dan zo'n beker vindt, moet ik me dan voorstellen dat het heel goed zou kunnen dat deze Harold Taylor bij u op de boerderij ja, ontbijt heeft gehad? Dat is me eigenlijk wat me bezighoudt, maar dat kun je niet meer gaan vragen. Dat is, voorbij. Helaas. Dat maakt het ook wel heel apart, dat je die beker vindt. Het verhaal wordt dus, komt vrij. Hè? Ik bedoel, mensen die komen met informatie en dan blijkt eigenlijk dat het heel dichtbij is in één keer. Want die vader van Rick die komt met een verhaal wat ontzettend veel op elkaar lijkt. En dat is natuurlijk wel heel, heel apart. Jullie speuren dus helemaal niet naar metaal. Jullie speuren naar mooie verhalen. Ja, misschien kun je het zo wel noemen. Ja, precies. Dus ik vind het wel een stukje eerbetoon voor wat hij gedaan heeft. Er zijn er nog duizenden, misschien honderdduizenden verhalen. Maar goed, dit is het één daarvan. En nou, wat hier allemaal gebeurd is, ik denk dat op zijn minst dat wel dat soort verhalen verdient. Dat je er toch even bij stil kunt staan.